We hadden de Fitbits dan al 1 of 2 weken voordat het de wedstrijd zeg maar begon. Ja, en toen werd er nog op een normaal niveau gesport of net niet gesport, zoals het eigenlijk altijd aan toe ging. Zaten wij aan een gemiddelde tussen de 2.000 en 3.000 stappen per dag. En de eerste week van de wedstrijd hadden we dan een Fitbit Challenge georganiseerd. En daar was de winnaar met 150.000 stappen uit de bus gekomen op 5 werkdagen. Om maar een idee te geven wat een gigantische impact dat had. Ja. Er waren mensen die om 5:30 s'morgens bij elkaar afspraken. En dan via, ik weet niet wat, een omweg van Heusden naar Houthalen gewandeld hadden. Puur om toch maar die 150.000 proberen te bereiken. Dus dat heeft echt zelfs vriendschappen gekweekt. En wel nog meer dan teambuilding.